Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van 6 uur zien we opklaringen in het noordoosten en zuidwesten en een groot bewolkingsgebied boven de rest van het land. Die bewolking trekt noordoostwaarts en daaruit vallen enkele buien. Wordt gevolgd dus door een paar opklaringen en dan vanuit het zuidwesten komen er weer nieuwe wolken en buien opzetten. Wisselvallig weer dus met veel wolken, heel af en toe zon. Vanmiddag de meeste buien in het binnenland. In de kustprovincies wordt het dan wat droger. Daar breekt de zon dan wat vaker door. En verder liggen de temperaturen rond een 15 naar 16 graden. Aan zee waait het stevig. Windkracht 5, af en toe windkracht 6. En pas en vanavond zien we de buigheid afnemen en komen er wat meer opklaringen. Maar dat betekent niet dat we een fraaie donderdag krijgen. Integendeel zelfs. Vannacht gaat het weer bewolkt worden. Morgenochtend regent het enige tijd. Morgenmiddag heel misschien even zon en morgenavond opnieuw regen en temperaturen 13 tot 16 graden bij aan zee opnieuw windkracht 6. Vrijdag gaat het aan zee nog iets harder waaien, winkracht 6, soms windkracht 7. Verder vallen er van tijd tot tijd buien, schijnt ook af en toe de zon en vooral in de noordelijke helft kan het onweren. En ook in het weekend hebben we de paraplu nodig en blijven de temperaturen rond 15 graden uitkomen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.